Bewoners van het dorp Asigrong in Brokopondo zijn blij met de oplevering van het regenwateropvangproject in hun woonplaats. Het project is vandaag opgeleverd. De bewoners kunnen nu op duurzame manier gebruik maken van opgeslagen regenwater. Het project is een initiatief van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, ondersteund door verschillende partners, onder wie Fonds Ontwikkeling Binnenland, FOB, UNDP, NIMOS en de Japan Caribbean Climate Change Partnership. RO-minister Edgar Dikan is ervan overtuigd dat dit project voordelig zal zijn voor de plaatselijke gemeenschap. Hij zegt dat dit initiatief ook in andere gebieden in het achterland zal worden uitgevoerd. Zeker willen we verder gaan naar de dorpen, de plaatsen waar geen goed drinkwater voorhanden ligt. In een ander project zijn we bezig met PAHO om ook voor het gebied beneden Marowijn en Tapanahoe te voorzien in eenzelfde constructie om water op te vangen. U weet, die gebieden waren getroffen afgelopen jaar door die overstroming. En naar aanleiding daarvan hebben we samen met PAHO, dus minister van Volksgezondheid PAHO, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, dat project geïnitieerd. En dat project is nu lopende. We uiteindelijk werken met bepaalde criteria. En één daarvan was, de huishoudens die in aanmerking komen zijn huishoudens die op de eerste plaats geen bestaande systeem hebben. Op de tweede plaats, ze moeten ook hier wonen, daadwerkelijk wonen voor langere tijd in het dorp. Zodat we weten dat het echte hulp is naar ze toe. Op basis van die criteria zijn dan uiteindelijk 66 huishoudens voorzien. Dus als u zegt dat er bepaalde huishoudens niet hebben, dan is het op basis van die criteria dat zo'n huishouden dan niet in aanmerking is gekomen. Maar het was nimmer de bedoeling dat we huishoudens eruit laten. Het gaat erom, met het budget dat wij beschikbaar hebben, moeten we gemeenschap Asigrong voorzien. Op basis van bepaalde criteria. En hoe groot was dat budget? We hebben $125.000 van het Caribbean Climate Change Partnership met Japan gekregen. Dat was Silene Frans, projectcoördinator van FOB en daarvoor minister Edgar Dikan. Voor de plaatselijke bewoners is het een droom die werkelijkheid wordt. Echter is de waternood nog niet helemaal opgelost. Ik vind het heel belangrijk. Het is heel belangrijk in het dorp. Want bepaalde mensen die op die rood zijn, dat ook veel naar die rood zijn. Dat we mee gebruiken van die route. Maar alleen dat de drie dingen, dat we naar Poitra. Ik kan de afas van mij bedenken dat ik kibri alleen water kan de anoso mij ben kibri alleen water. Maar desma kon de kosoru precies van om kibri alleen water, tak ade gusontu gi tide nanga tamara. Dat we kan gebruiken wat bon fasen. Ik kies maar die route. En dan, meneer Omberfa systeem hoor. Maar alleen dat dreiging, dan heb je geen probleem wat er niet dreiging. Maar nu, we moeten gebruik van water. En als we milobatori, als we de man zitten, ben professioneel vast. Tot zover enkele bewoners van Asigrong over het regenwateropvangproject dat vandaag is opgeleverd.